Dames en heren, een hele goede middag. U hoorde de bekende klanken van Sweet Georgia Brown van de Harlem Globetrotters. Gespeeld door Günther Weber. En deze dag gaat over historie. Deze dag gaat over basketbalhistorie. Günther speelde bij BOB, bij Bob, bij Das. Heeft nog samengespeeld met Toon van Helfteren, met Carlot. Ook tegen Toon van Helfteren, onder Gare Sideris. En speelt nu voor de Limelights. Dat zeg ik goed, toch? Günther Weber, dankjewel. Een applaus. Basketballiefhebbers, van harte welkom in de Maaspoort in Den Bosch op deze hele bijzondere dag. Mijn naam is Bob van Oosterhout, ik ben sportmarketeer van origine. Maar bovenal zie ik mezelf als een basketballiefhebber in hart en nieren. En aan mij de werkelijk enorme eer om vanmiddag af te mogen trappen. Game Changers. De presentatie van een geweldig boek. Het ligt hier voor me. Het is werkelijk een bijbel van het Nederlands basketbal geworden. Ongekend. U gaat er allemaal van genieten vandaag. En zeker de komende dagen, weken. Ik kijk hier om me heen. En ik sta eigenlijk wel een klein beetje te bibberen. Te trillen. Mijn eigen zeer beperkte basketbalhistorie begon hier in de Maaspoort. Toen ik mocht kijken naar allerlei mannen die ik net de hand heb mogen schudden. Toon van Helfteren, top dat je er bent. Ik zie hier Ton Boot zitten met Rinus de Jong. Jan Dekker is speciaal overgekomen uit Amerika. Martin de Vries is hier vanuit Groningen. We hebben mensen letterlijk vanuit Groningen tot aan Maastricht. Het is ongelooflijk wat voor groep Game Changers hier vandaag bij elkaar is. Ik zei net tegen iemand, het lijkt alsof hier 1,3 miljoen interlands bij elkaar zijn vandaag. Het is ontzettend gaaf om dit te zien. Ik ben er mega trots op. Mijn goede vriend Pieter van der Hogeband zegt altijd tegen mij, Bob, het leven dat gaat over vrienden en verhalen. Nou, ik denk dat er, wanneer je hier om je heen kijkt, enorm veel vriendschappen bij elkaar zitten op twee tribunes. Vriendschappen die ontstaan zijn door het basketbal. Maar dus ook verhalen. Het Nederlands basketbal is ongelooflijk veel gave verhalen rijk. Maar die verhalen die zouden ongetwijfeld niet meer leven of niet meer blijven bestaan wanneer Jacob Bergsma, Mart Smeets en Frits van Rijn ze niet zouden hebben vastgelegd in, en ik zeg dat met alle bewondering, een stoeptegel van een boek. Die verhalen die blijven leven. In het komende uur gaan we u meenemen in die verhalen. Gaan we u laten zien wat voor prachtige anekdotes dit boek rijk is. En welke game changers het Nederlands basketbal kent. En dat gaat over evenementen. Dat gaat over spelers. Dat gaat over coaches. Dat gaat over scheidsrechters. Dat gaat over kleding. Dat gaat over accommodaties. Alles wat in al die 75 jaar het Nederlands basketbal heeft veranderd, heeft bepaald, dat is vastgelegd in dit prachtige boek. Voordat ik de microfoon overdraag aan degene die het podium het allermeest verdient vanmiddag, wil ik even stilstaan bij een hele mooie anekdote, bij een heel mooi verhaal wat in dit boek staat. En dat is een verhaal van een van de jongere game changers in dit boek. Worthy de Jong. Worthy, waar ben je? Worthy zit daar. Er staat een prachtig interview. Ja, applaus voor Worthy. Er staat een prachtig interview in met Worthy de Jong. En dat interview dat wordt eigenlijk afgesloten met de volgende alinea. En die zou ik eigenlijk met jullie willen delen. Gewoon als stof om over na te denken. Maar ook wel een klein beetje als inspiratie. En ook wel een klein beetje om nog meer te verbinden.
als basketbalgemeenschap. Dat zijn de volgende woorden van Worthy. We zijn maar zo'n kleine community. We moeten nog door zoveel muren breken. We zijn nog te veel bezig met negatieve kanten. Laten we het goede omarmen. Laten we elkaar complimenteren. Laten we elkaar helpen. Prachtige woorden van Worthy de Jong. Ik vertelde net dat ik de microfoon ga overdragen aan, mag ik dat zeggen, Mart? En ik denk dat ik mag zeggen, de motor achter dit boek. Zonder wiens oog voor detail, passie, doorzettingsvermogen dit boek er never nooit geweest zou zijn. Wij starten deze middag met een ovationeel applaus voor het vlees geworden archief, geheugen en geweten van het Nederlands basketbal. Dames en heren, Jacob Bergsma. Dat is veel te veel eer, Bob. Dat is veel te veel eer. Dat is echt veel te veel eer. Maar daar hebben we het later nog over. Beste mensen, buitengewoon van harte welkom. Bob noemde een paar bijzondere mensen in ons midden. Sta mij toe, zonder iemand tekort te willen doen, om er ook een paar uit te lichten. Ik ben erg blij dat Jan Berteling er is. Ik ben erg blij dat Peter Murphy er is. En uiteraard hier op de eerste rij, fantastisch, dat Rinus de Jong en Ton Boot er zijn. En zo zou ik eigenlijk de hele middag wel door kunnen gaan. Want u allen bent een gamechanger en u allen bent hier omdat u iets betekent voor de sport. En u allen zou ik eigenlijk persoonlijk moeten welkom heten. Wat ik ook heel bijzonder vind, mijn gezin. Fantastisch dat ze bij de boekpresentatie zijn. Ik heb 2,5 jaar lang gebivakkeerd in een kelder onder de grond. En eindelijk zie ik ze weer eens een keer. Love you, wife. Het levend houden van de historie, dat is een voorrecht. Maar het is ook confronterend. Aan het eind van de jaarvergadering vanmiddag heeft de Nederlandse Basketbalbond besloten om een 14-tal mensen postuum te onderscheiden. En ik wil daar toch graag heel even bij stilstaan, omdat ik dat erg bijzonder vind. Op advies van de commissie onderscheidingen onder leiding van de eminente Hans van Rode zijn vandaag de volgende mensen postuum onderscheiden. Carla de Liefde, Jan Janbroers, Piet Leegwater, Rob Verheuvel, Vladimir Heger, Willem-Peter Hubert van Blijenburg, Theo Kinsbergen, de altijd aardige Harry Kip, Henk Konings, Lou Leek, Piet Ouderland, Henk Rooswinkel, Margreet Visser en Grietje Pasma. Allemaal gamechangers. En wat fijn dat van heel veel van die mensen die vandaag de postume onderscheiding kregen, er familieleden op de tribune zitten die er eigenlijk in overdrachtelijke zin voor zorgen dat al deze gamechangers vandaag in zekere zin ook onder ons zijn. Daar mag best voor geapplaudisseerd worden. Bob, je bent rap op de tribune gaan zitten, maar kom eens terug. En Michel van Troost, als jullie met z'n tweeën hier naartoe komen, dan wil ik toch eens vragen waarom deze waanzinnige stoeptegel er nu eindelijk ligt. Ga lekker zitten. We stonden net nog te lachen, Michel, want de eerste keer dat ik naar jou toe kwam, had ik een soort opzet meegenomen. En die was nogal een paar pagina's groot. 29 pagina's vol. Ja. Waarvan ik dacht van dit is het boek zelf. Ja. En uit dat gesprek herinner ik mij één zin van jou. Jij zei, er zijn boeken waarvan je weet dat je ze moet uitgeven. Waarom wist jij dat je dit boek moest gaan uitgeven? Nou, een stukje jeugd. Ik ben van de generatie, ik ben Delftenaar van de Bodas. Ik weet dat ik op 14, 15-jarige leeftijd ging ik naar de Bodas. Dat was mijn vrijdagavond, dat was mijn zaterdagavond. Dus vandaar dat ik iets met basketbal had, of heb, laat ik het zo bewoorden. Maar
jij bent zo gedegen. Ik las die 29 pagina's las ik door. De anekdotes, de diepgang, de doorgrondelijkheid van jouw teksten. Ja, die waren fantastisch. En ja, als uitgever weet je dan meteen, ja, dit moeten we doen. En we moeten ook jou de carte blanche geven. Nooit gedacht dat het 544 pagina's zou worden. Nee, want dat kan ik me ook nog herinneren. De eerste keer dat we elkaar spraken, zei jij, wat denk je van 128? Ik moest ergens proberen. Het is wel uit de hand gelopen. Nee, maar het is, weet je, bedoel, je kwam continu met allerlei anekdotes, goede verhalen, een goede opzet. Dus je 128 was altijd een grap geweest. Dat je naar 544 pagina's zou komen, had ik nooit gedacht. Maar het belangrijkste is dat je naar 544 pagina's bent gekomen met ontzettend interessante informatie. Kijk, sommige auteurs kunnen gaan breien, die kunnen 544 pagina's maken of 680 pagina's maken met wat, ja, wat saaie informatie. Maar Jacob is in staat geweest, samen met het hele team, Mart onder andere, om echt toe te komen tot een interessant boekwerk. Met stuk voor stuk interessante invalshoeken, stuk voor stuk verrassende anekdotes, noem het maar op. Maar je bent een uitzonderlijke uitgever, want het is mijn 75ste titel. Ik heb nog nooit een uitgever meegemaakt die van 128 pagina's naar 544 ging. Ik zou het graag om willen draaien. Ik ben een uitzonderlijke auteur. Ik heb nog nooit zo'n auteur meegemaakt die zo, die 2,5 jaar in een kelder ging zitten. Wij vroegen ons af, is hij echt getrouwd? Heeft hij wel een vrouw? Hij zegt het wel, maar hoe kan deze man zo bezig zijn met deze kopij? Want jullie zeiden gisteravond gekscherend tegen elkaar dat ik waarschijnlijk voor deze gelegenheid mijn gezin had ingehuurd. Nou, ik had Michel aan de lijn en die zei, goh, we gaan het gezin van Jacob ontmoeten. Dat is wel heel bijzonder. En toen zei ik inderdaad van, goh, volgens mij heeft hij gewoon een vrouw en twee kinderen ingehuurd. Om te doen alsof er een gezin is. Nee, het is inderdaad bijzonder. En we zitten nu hier politiek correct, Jacob, want dat hoort bij zo'n presentatie. Maar we hebben ook momenten gehad natuurlijk dat we enorm moesten lachen om je. Als er een appje kwam, en dat was bijna al een boek aan zich. En hoe langer jouw appjes werden, hoe meer ik er een sport van maakte om alleen maar te reageren met een duimpje, duimpje, hartje. Oh. Gewoon helemaal niet. Was dat er een? Dat was het. Waarom heb jij je nekje zo vooruit gestoken? Wat heb jij met historie? Wat heb jij met wat er nu allemaal op dit moment gebeurt? Onderscheidingen, zo'n boek, de aandacht voor de geschiedenis van onze sport? Nou, ik heb mijn nek hier niet zo vooruit gestoken. Kijk eens om je heen, die hele wand hierachter. Dat ademt allemaal historie en dit is jouw huis. Dat wel, maar eigenlijk is dat ook, omdat wat ik net zei, mijn passie voor deze sport en mijn passie voor deze sport, die is vervolgens omgezet in een passie voor ondernemen en een passie voor bedrijven bouwen en een passie voor zaken doen. Maar dat is hier eigenlijk in die Maaspoort begonnen. Ik zat daarboven op F1. En dan zag je deze mannen allemaal, Ton en Rienes en Jos Kuipers en Theo Kropman. Maar ook wat ik net zeg, Martin de Vries en Toon van Helft en al die teams hier. En toen ik de club overnam, toen heb ik mezelf voorgenomen om iedereen die in de historie iets betekend heeft, te eren. En dat hebben we vorige week nog gedaan door Huub van der Boogaard een eigen Huub's Terrace te geven. Je ziet het daarboven, voor wat hij altijd betekend heeft voor deze club. Maar ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor iedereen die in het Nederlands basketbal zo enorm heeft bijgedragen. Dus ik vind dat persoonlijk heel belangrijk. Dus toen jij mij vroeg om te helpen, ja, dan vind ik dat heel belangrijk. En wat kunnen we trots zijn op wat er ligt? Ja, ik voor mij geldt hetzelfde. Hè. We hebben een paar opmaakjes gemaakt voor de verkoop. Een visual van het boek. Maar toen hij bij mij binnen lag en toen hij met twee mensen van mijn tafel moest worden gehaald. Nee, het is echt heel bijzonder, Jacob. Het is echt een fantastisch ding. En dit wil ik wel even kwijt. Hier zit de uitgever, die kan er nog veel meer over vertellen. Maar we waren eigenlijk in no time. We zitten volgens mij op 1700 plus. En dat betekent eigenlijk, lang verhaal kort, dat de kans heel groot is dat als mensen niet snel zijn, dan ligt er met kerst geen boek onder die boom. Het is bizar hoeveel er al verkocht zijn. Ja, je moet er niet aan denken dat er met kerst geen boek is. Nee. Michel van Troost van Arco Sportsmedia en Bob van Oosterhout, hartstikke bedankt. Het zou mij een eer zijn als ik Peter Smeets en Mart Smeets hier zou mogen hebben. Want dan kunnen we eigenlijk het thema van deze middag wat beter belichten. En dat thema is eigenlijk het belang van het vertellen van verhalen. Als dit boek er niet was geweest,
dan waren de meeste van die verhalen overleden. Daarom is het zo ongelooflijk belangrijk om elkaar te blijven treffen, om elkaar verhalen te blijven vertellen en om mensen op die manier en verhalen op die manier in leven te houden. Amen. Amen. Maar als er iemand is, Mart, die dat kan onderschrijven, wat het belang is van het vertellen van verhalen, dan ben jij dat. Nee hoor, er zijn een heleboel collega's die je dan tekort doet. En die collega's die vormden alleen in de jaren tussen 75 en 89 een vrij grote kern aan Nederlandse journalisten die bijna alles gevolgd hebben wat er te volgen was. Ik geef je nog even aan, ik kwam deze zaal in. Ik was hier ooit bij de wedstrijd tussen Den Bosch en de San Antonio Spurs. Het was heel bijzonder dat hier een Amerikaanse NBA-ploeg kwam spelen. Dat was een sponsor die er een beetje geld voor over had. De zaal zat vol. We namen afscheid van Jan Dekker als speler, kan ik me herinneren, door hem in een doos te stoppen. Ja, dat weet ik nog. En toen kwam ik s'avonds in contact met de redactie van Studio Sport en zei, jongens, het is geweldig. Volgens mij eindigde de wedstrijd in 128-126. En David Lawrence gooide de laatste bal er net niet in, maar Gervin wel. Maar de redactie van Studio Sport zei, Den Bosch heeft vanavond tegen een rondreizend Amerikaans team gespeeld en Jan Dekker nam afscheid. Punt. De hele wedstrijd was opgenomen. Punt. Geen seconde van uitgezonden. Punt. En dat is wat op een gegeven moment kentering in de sport was. Het Algemeen Dagblad, de Telegraaf, Trouw, het Parool, de Volkskrant, Haagse Krant, de Rotterdamse Krant, hier, Jules Spijkers en zijn opvolgers, hebben er altijd voor gezorgd dat er verhalen verteld konden worden. Ze kregen de ruimte, ze mochten doen wat ze wilden, basketbal groeide, je leerde de mensen kennen en op enig moment kwam er de klad in. Noem mij één dagblad in Nederland dat nu nog basketbal, competitie, wedstrijden, uitslagen neerzet. Die zijn er niet meer. Nederland speelt tegen Spanje. Spanje is toevallig Europees kampioen geworden. Speelt een prachtige wedstrijd. De uitslag staat niet in een Nederlandse krant. Hoe kan dit? Hallo NBB, zijn jullie wakker? Ja, ga er wat aan doen. Zorg dat de stemming, de sfeer er weer komt zoals die in 75, 76 was. Ga naar Jaap Hofman toe en vraag aan hem hoe het toch kan dat ook daar in zijn contraille niet meer naar basketbal wordt gekeken en geluisterd. Kijk, wij, twee broers, toevallig, ik ben van woord, hij is van beeld. Waar was je geweest met het samenstellen van het boek als hij niet avond aan avond in Meppel en Enschede en God mag weten waar op een toestel had gedrukt en daar honderden foto's van had gehad? Waar was je geweest? Ik kan daar een fantastische anekdote over vertellen, want jij belde mij op een avond op. Ik heb om 10 uur vanavond iets te doen, dus begin maar. Jij belde mij op een avond op en zei, sta je al te koken? Ik zei, nee, ik sta nog niet te koken. Dan spring je nu in je auto en dan kom je nu bij Karen en mij eten. Want Jan Dekker is daar op bezoek en dan kan je nog mooi met Jan Dekker spreken. Ik ging naar huis, Peter, en ik kreeg van Mart een hele grote verhuisdoos mee. Een verhuisdoos waar allemaal dia's, negatief stroken, weet ik wat allemaal is dat. Ik denk dat er heel veel materiaal in dat boek staat wat jij nooit hebt gezien, wat allemaal in de verhuisdoos zat. Ik ben maanden bezig geweest om het allemaal in te scannen. De waarde daarvan. Onderken je dat? Maar ken je de tarieven of niet? Nou, ik moet in de microfoon is aan deze kant, Mark. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat er keurig op tijd en van tevoren contact is opgenomen of ik zo vriendelijk zou willen zijn om mijn materiaal ter beschikking te stellen. En dat was je? En uiteraard was ik dat, want ik heb nog steeds een groot basketbalhart. Alhoewel ook andere sporten mijn liefde hebben gekregen inmiddels. Die basketbalsport die zit een beetje in het DNA, denk ik. Dus met liefde heb ik meegewerkt om dat materiaal ter beschikking te stellen. Het is zo waanzinnig waardevol, want dankzij jouw camera en bijvoorbeeld Sander Vaassen, die hier ook is, al die andere fotografen die hebben meegewerkt, Christian Aerts die hier zit, al die mensen maken dat we kunnen zien wat we in ons geheugen hebben zitten. Ja, en dan te bedenken dat dat soms in sporthallen was waar 4 TL-balken aan waren. Ja.
Nou, misschien vijf. Dat je zwart-wit, je maakte zwart-wit, je maakte analoog beeldmateriaal. Moest je, zoals dat in fotografietermen heet, dat moest je forceren naar hogere waarden om maar iets van beeld te krijgen. Gelukkig dat je een hal als deze hebt. Maar ik ben natuurlijk ook in een gelukkige omstandigheid geweest om in Amerika wat beelden te maken bij All-Star Games. En als je het nou over Walhalla's hebt, dan is dat wel het toppunt. En met plezier denk je dan terug aan... daar zit je als fotograafje uit Nederland, die Full Court Press fotografeerde en een jaarboek maakte. Zit je naast Sports Illustrated en Reuters en AP, noem ze allemaal op, de grote sportbureaus. Fantastische hallen in Salt Lake City, in New York, in noem maar op. Er is nog wat groei mogelijk. Ja, maar ik denk dat je verbaasd zult zijn over de kwaliteit van je eigen materiaal als je het zo meteen het boek ziet. Er staat zulk fantastisch mooi fotomateriaal. Echt, Peter, hulde. Geef deze twee mensen alsjeblieft een applaus voor wat ze allemaal hebben gedaan. Frits is er niet. WK voetbal is er. Die zorgt ervoor dat de rest van Nederland vandaag WK kan kijken. Ronald van Dam heeft meegewerkt. Wim Ludeke heeft meegeschreven. Bob van Oosterhout heeft nog een column geschreven. Zelfs Jimmy Moore heeft een verhaal in dit boek staan. Buitengewoon bijzonder. En ook weer een beetje, Mark, naar wat toch jullie aan het basketbal hebben toegevoegd. De kweekvijver voor mensen die zich om de sport bekommerden en daarover wilden schrijven. Ook ik ging ooit een keer naar de basketbalweek en ik zei ooit tegen jou, ik ben Jacob Bersma en ik wil basketbaljournalist worden. En je hielp en je had een platform en kijk eens waar het toe gegroeid is. Mag ik nog één ding zeggen over de toevoeging van mijn naam op het boek? Die moeten jullie wegdenken. Dat is serieus zo. Ik heb meegewerkt en niet meer dan dat. Het is het kind van Frits en van jou en ik ben ergens aan de zijlijn een toeschouwer. En ik hecht eraan dat jullie allemaal weten hoe ik daarin sta. Dat is het. Die twee mannen, die en vooral deze gek, die heeft ervoor gezorgd dat het boek er is. En ik werk er graag mee, net zoals maar Peter weet, deed. Maar weet je wat het belang van jouw keukentafel is? Waar wij worden uitgenodigd en waar we van alles over vroeger op tafel gooien en waar de meest fantastische verhalen uit ontstaan. En Karen kookt voor ons en we zitten een geweldig gezellige avond allemaal fantastische verhalen over het Nederlands basketbal op te diepen. Als jij met je keukentafel er niet bent, dan verdwijnt het. Zo zaten we vanochtend ook te ontbijten. Jan Dekker slaapt bij ons en dan hebben we het meteen over basketbal. Ja. En ik heb Jan Dekker verteld hoe Rinus de Jong met zijn spelers omging. Dat willen we weten. Rinus. Nee. Jongens, verhalen vertellen zit me in het bloed. Daar kan ik niks aan doen. Ik vind het fantastisch dat ik hier mensen gezien heb. Jullie als familie, niet ingehuurd, maar jongen, wees blij dat er zo'n gek in Nederland rondloopt. En als ik naar de tribune kijk, dan zie ik de kinderen van Vladimir Heger. En nu schiet ik weer vol. Dat waren mensen die telden. Dat waren mensen die telden. Die hebben gezorgd voor een sfeer in Nederland die uniek was. Ik kwam de kinderen van Theo Kinsbergen tegen. Hij was compleet koeko. Maar hij was er wel voor het basketbal. En hij deed wat hij deed. En als ik recht omhoog kijk, dan zie ik twee internationals naast elkaar zitten. Waar ik vroeger tegen moest duwen als jongetje. Daar zitten Ger Kok en Rob Sterker. Jongens, wat ben ik blij dat jullie hier zijn. Dank je wel. Ze hoeven geen naam. Mark Smeets en Peter Smeets. U zult hun verhalen en hun prachtige fotografie in het boek allemaal tegenkomen. Mijn vorige boek werd gepubliceerd in maart 2020. En ik had een fantastische presentatie georganiseerd van dat boek in de Johan Cruijff Arena. Onderwerp was een tweede biografie over Joop Zoetemelk. En Joop is getrouwd met een Française, met Danny. En omdat Danny geen Nederlands sprak, leek het ons leuk om een muzikaal intermezzo te hebben in het Frans. En wat was ik blij dat Gerard al de liefste zei dat hij dat wel wilde doen. 5 dagen
voor de presentatie besloot het kabinet dat bijeenkomsten van meer dan 50 mensen werden verboden. Ik was er, denk ik, een half jaar kapot van. Maar wat fantastisch dat, u heeft Günther al gehoord met zijn saxofoon, dat nu ook Gerard Alderliefste, ook oud-eredivisie-speler bij Acrides in IJmuiden, hier, geheel in het thema van deze bijeenkomst, Une belle histoire gaat spelen. Maar ik ga dat niet alleen doen. Günther, doe je mee? Nou, doe ik net alsof ik dat nu net bedenk. Maar we hebben net al gisteren uitvoerig gerepeteerd door de telefoon. En dat doet hij gewoon even. Günther! Parlez-vous français? Daar gaat hij. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Beetje Nederlands dan maar daarbij. Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. Met alleen maar vlinders om ons heen. Ik weet niet wat je doet, ik weet niet wie je bent. Maar ik voel me even niet alleen. Niet alleen. Wat een goed gevoel, die speling van het lot. Ook al weet na één dag de regen alle sporen weer uit te vegen. Het heeft toch een doel, mijn dag kan niet kapot. Door de lach die ik heb gekregen, één moment ben je even deel van mij. Take it away, Günther. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi. Ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi.
Merci beaucoup. En Jacob, gefeliciteerd met je boek. Gerard, al de liefste. En... Dankjewel. Geweldig. Gunther Weber en Gerard Alderliefste. Gunther van BOB vroeger en DAS. En Gerard speelde bij Acrides. Ik ga nu even improviseren. En ik hoop dat het lukt. Want ik wil eigenlijk graag met 10 mensen uit het publiek een quiz spelen. Een eenvoudige quiz. Ik ga de antwoorden voorlezen. En u hoeft alleen maar te kiezen. En aan het eind van de rit is er een prachtig boek te winnen. Zijn er 10 mensen die denken dat ze alles van het Nederlands basketbal weten? En dan misschien niet van mijn niveau, maar van een niveau wat u echt wel kunt. Hofman, durf jij dat dan? Als jij dat vraagt. Ja, nou, dat vraag ik. Als Jaap de eerste is, wie is de tweede? Het is heel simpel. Ik ga u een eenvoudige vraag stellen en ik geef de antwoorden en steek bij het goede antwoord de bijpassende kleur omhoog. Heel simpel. Op welke plek eindigden de 3x3 spelers bij de Olympische Spelen in Tokio? Was dat rood op de 5e plek of was dat blauw op de 4e plek? Blauw. Het was rood op de 5e plek. Ja, zo wordt het gezelschap snel uitgedund. Oh, dan moet je meteen uit. Nou, wat... Blijf maar staan, blijf maar staan. Misschien is deze wel wat makkelijker. Welke Nederlandse basketballer werd er ooit uitgeroepen tot de beste van de wereld? Was dat rood Henk Mackenzie of was dat blauw Gert-Jan van der Linden? Kijk, nu hebben we geen afvallers. Heel goed, zo hoort dat. In Game Changers, dit is de derde vraag, staan alle basketbalverenigingen van Nederland. En alle clubs die op het hoogste niveau speelden. Welke provincie is op het hoogste niveau, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, het minst vertegenwoordigd geweest? Was dat rood de provincie Zeeland of was dat blauw de provincie Limburg? Was dat rood Zeeland of was dat blauw Limburg? Ja, Mars, het spijt me. Je moet echt afvallen, want het was rood de provincie Zeeland. Nog nooit een ploeg op het hoogste niveau in de eredivisie gehad. Dit jaar, vraag 4, draait de B-Next League het tweede seizoen. Hoeveel keer eerder is er op het hoogste niveau in Nederland een officiële competitie gespeeld samen met de Belgen? Was dat rood nooit eerder of was dat blauw 2 keer eerder? Het was blauw 2 keer eerder. Kijk, een select gezelschap over. De enige Nederlander die ooit in de NBA All-Star wedstrijd speelde in 1998 was Rick Smits. Dat was ik samen met Kees Akerboom. Dat waren nog eens tijden, Kees. Hoogtepunt van die wedstrijd was waarschijnlijk een behind-the-back pass van Rick. Op welke speler, Maarten Hoffer mag niet meedoen en ook niet voorzeggen, op welke speler gaf Rick Smits die behind-the-back pass? Was dat rood op Michael Jordan of was dat blauw op Jason Williams? Allemaal goed. Jason Williams heeft nog een ander record op zijn naam staan. Dat is de enige NBA-speler die mij ooit bovenop mijn hoofd zoende. Wie was in 1947 de eerste voorzitter van de Nederlandse Basketbalbond? Was dat rood Piet Meeuwsen of was dat blauw Dick Smuul? Helaas, het was Piet Meeuwsen. Nee, 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 blijf staan, blijf staan, blijf staan. Wie was de eerste winnaar op het All-Star Gala van de Dunk Contest? Was dat rood Kees Akerboom of was dat blauw Henk Smits? Het was Kees Akerboom.
In 1970 werd de shirtsponsoring ingevoerd. Welke partij tekende als eerste een officieel contract voor shirtsponsoring? Was dat rood Leonard Lang NV of was dat blauw Fiat? En we hebben een winnaar. Jan Dekker. Ja. Dankjewel. Hij was zonder Leonard Lang voor. Ik zal hem uitleggen. Altijd winnen, hè? Gods op je. Altijd winnen. Gefeliciteerd. Je krijgt nog niks, maar dan krijg je pas als het eerste exemplaar is uitgereikt. Dan krijg jij. Overigens, het verhaal over die eerste sponsoring. Waarom denkt iedereen dat dat Fiat is? Dat was ook daadwerkelijk de naam die op het shirt stond. Maar het bedrijf die het contract afsloot was Leonard Lang NV, een garage aan de Overtoom in Amsterdam. En daar ontstond ook nog een hoop rumoer over, omdat bij het eerste sponsorcontract alleen bedrijven konden sponsoren en niet producten. En de NBB vond dat Fiat eigenlijk een product was van Leonard Lang NV, zodat er nog wel wat water door de zee moest voordat Fiat daadwerkelijk op de shirt stond. Maar Jan, de eer is aan jou. Ik wil je eigenlijk wel terug. Jan, ik wil je eigenlijk wel terug. En Martin de Vries, mag ik jou ook vragen hier naartoe te komen? Dit boek, beste mensen, staat vol met hele bijzondere verhalen. Hele bijzondere verhalen. 67 om precies te zijn. Eigenlijk is het een samenstel van 4 componenten. Er staan fantastische verhalen in, er staan fantastische foto's in, er staan statistieken in, 71 staatjes om precies te zijn. En er staan allerlei voorwerpen uit het verleden in. Shirts, schoenen, tegeltjes, bekers, medailles, vaantjes. Voor een groot gedeelte te danken aan Ron Richel, die zijn hele collectie heeft gefotografeerd en voor het boek ter beschikking heeft gesteld. Waarom Jan Dekker en waarom Martin de Vries? Een heel, heel bijzonder verhaal gaat over het kampioenschap van Donar in 1982. Een kampioenschap, dat sla de kranten er nog eens op na als u het op Delver leuk vindt om na te zoeken, omgeven was met allerlei mysterieuze dingen. Maar daar klopte niks van, hè? Het is wel een stukje mooier gemaakt dan dat het eigenlijk was. Ja. Ja. Wat herinner jij je van de kleedkamer? Nou, ik weet dat Henk Stolk bij de kleedkamerdeur stond en eigenlijk iedereen min of meer instraalde voordat hij het veld op ging. Dat is eigenlijk het enige wat ik er nog van herinner. Het verhaal van Henk Stolk is bijzonder, want Hans van Rode tipte mij over het feit dat de kranten bol stonden over allerlei dingen van mysterieuze krachten, instralen, en dat er eigenlijk helemaal niks van waar was. En op 21 december vorig jaar stuurde ik een e-mail naar Henk Stolk. Want die had nog nooit zijn verhaal verteld. En ik kreeg onmiddellijk een out of office terug. En die out of office was op dezelfde dag geschreven als dat ik de mail stuurde. En die out of office begon met, in 2 talen, vandaag heb ik besloten het terminale traject in te gaan. De dag daarna werd ik gebeld door Julian Stolk, scheidsrechter. Hij zei, heb je mijn vader gisteren een mail gestuurd? Ik zeg, ja, dat heb ik. Hij zei, hij ligt hier naast me. Hij wil graag nog 1 keer met jou praten. Ik heb 1 uur lang met Henk Stolk aan de telefoon gehangen. We hebben verschrikkelijk gelachen. Het is een fantastisch leuk verhaal. Maar 8 dagen later was Henk Stolk er niet meer. Ook in de wetenschap dat hij het boek nooit meer zou zien en het verhaal nooit zou lezen. De kranten schreven destijds over, en ik zal het citeren, over de magier, de Gerard Quasset van het Nederlands basketbal, de basketbalhelderziende, de helderziende geest met bijzondere gaven, de magnetiseur, spirituele mogelijkheden, de Billy Graham van het Nederlands basketbal, magische bovenaardse krachten, telepathische gaven, bovennatuurlijke krachten. En eigenlijk was het een truc van Maarten van Gent, de coach van Donar. Want hij wilde een psychologisch voordeel op jullie halen, Jan. Ja, dat wou hij, ja. En eigenlijk verloren we die wedstrijd, wat ontzettend jammer was natuurlijk. Het doet me nog steeds pijn, want ik miste het laatste schot. Ja. Dus ik bedoel, je moet ook durven falen natuurlijk.
Maar ik kon die bal niet bij Kees krijgen. Ik stond aan de totaal andere kant van het veld, terwijl er nog een paar seconden. Ik weet natuurlijk dat die bal naar Kees moet, maar dat ging niet. En dan nog een paar seconden, dus ik nam het laatste schot. En we verloren met 1 punt. Maar Donen werd wel verdiend kampioen, Martin, want jullie hadden een heel goed seizoen. Heel goed seizoen. Ja. Dat hadden jullie zeker. Ja, maar wat, Jan miste dat schot. Maar Jelle Esveld, waar ik nu naast zat en boven, die pakte de rebound. En er werd volgens mij een hele harde fout op Jelle gemaakt. Ja. En Piet Leegwater die stond ernaast, terwijl alle supporters al min of meer in het veld stonden. Die stonden op een meter afstand. En Piet durfde niet te fluiten volgens mij. Hoor. Nee. Dus er gebeurde nog het een en ander nadat jij dat schot had gemist. Ja. Klopt. Maar jullie hadden een absolute topspeler in de ploeg die Jimmy Moore heette. En die in de eerste finale wedstrijd van de playoffs zijn teen zeer ernstig blesseerde. Platgespoten werd door de mensen van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. En die niet meer mocht spelen. Dat was niet van het Universitair Medisch Centrum. Dat was ook een beetje een soort alternatieve genezer waar hij toen liep. En dat was Ruud Hensen. Dat was Ruud Hensen. En die zette de stereo op 10. En mocht Jimmy zo hard schreeuwen als hij wilde. Maar daarna liep hij fluitend de kamer weer uit. Ja. Dus het werkte wel. Dat werkte wel. Ja, dat verhaal staat uit de mond van Jimmy volledig in dat boek. Over deze bijzondere genezer schreven de kranten, zonder enige research te doen waarschijnlijk, dat het ging om gebedsgenezing, handoplegging, een slangenbesweerder, een voodoo-dokter, een witch-dokter, duivelsuitdrijving en het vrije volk sprak over een homeopaat, al bedoelden ze waarschijnlijk een homeopaat. Ooit geweten dat het zo'n sfeer was in die finale? Nee. Ik heb dit helemaal nooit geweten. Ik ben erachter gekomen omdat jij erover schreef en het stond ergens online, dit hele verhaal. Ja. Ook opgediept uit de mond van Maarten van Gent, die een hele belangrijke rol erin speelde. Ja. Is die hier? Nee, die zit lekker in Estonië. Waar die woont. Maar het was wel een kantelpunt in de geschiedenis van het Nederlands basketbal eigenlijk, Jan. Nationale Nederlanden stopte als sponsor. Parker stopte als sponsor in dat jaar. Jullie waren eigenlijk, of jullie hadden eigenlijk een abonnement op de titel. Ja. Het is daarna wel een stuk lastiger geworden. Vooral aan de onderkant, want jullie bleven wel aan de bovenkant drijven. Maar Donar zakte weg, Leiden zakte weg. Ja. Het hoogtepunt was achter de rug. Ja, helaas. Ik heb nog een aantal jaren gecoacht daarna. En ja, we werden wel Nederlands kampioen. En we speelden redelijk in de Europacup. We haalden de laatste 8, de finale eigenlijk van de Europacup wedstrijden. Europacup 1 heette dat toen. Dus ik vond wel dat wij met Den Bosch prima speelden. Maar ik moet zeggen, we hebben nooit meer de finale van de Europacup gehaald. Wat in 1979 gebeurde. Ja. Toen waren jullie echt, Ton Boot zegt het in het boek, de beste van Europa en misschien wel een topteam in de wereld. Ik denk dat we zeker op Europees niveau een fantastisch topteam hadden. Heel veel balans in het team. Ik was geen gamechanger. Daarom wist ik ook niet dat ik hier welkom was in eerste instantie. Kom. Ik was een waterdrager. Jij zal niet welkom zijn het in moet, de het moet precies, Het moet precies gezegd worden. Wij waren de waterdragers. Ton bracht balans in dat team. We hadden Dan en Kees als scorers. En we hadden Buff en James. James, een van de best passende centers in Nederland ooit. En Buff, die een super garbage man is, die alles kan eigenlijk. Verdediging nummers 1 tot nummer 4. Hij kon zelf centers verdedigen ook, met zijn ontzettende wingspan en lange nagels. Maar een fantastische baller en echt heel coachable. Ik bedoel, ik vraag het aan Ton. Wij als team waren coachable. Alhoewel Ton op de juiste momenten conflicten inpaste. Dat is echt iets wat hem misschien wel nooit is nagewezen. Maar hij weet op het juiste moment een conflict te genereren. Waardoor een speler zegt van, god, ik moet een stap meer maken. Zo kort gezegd dan. Hè? Maar uiteindelijk een heel goed team. Goed in balans. Met Van Essen en Theo Kropman en John van Vliet en El Faber van de bank af. Theo Kropman ook hier. Ja, die altijd. Rob van Essen hier. Rob van Essen hier. El wilde niet meekomen. Ik heb hem gebeld. En ik heb Dan Kramer ook gebeld. Thanksgiving. Zeker, dat was de reden. Dat ze niet mee konden komen. Maar een goede balans in het team. Jan Walrecht, die ik net zag zitten op de trainingen. Enorm goed staan biggen tegen James Lister. Jan met zijn 2,14 meter. Een echt enorme wingspan. Waar James zijn voordelen aan had.
Dus ja, het werkte gewoon allemaal goed. En die man die daar zit, die trainde ons keihard. Keihard. Avond voor de wedstrijd ook hard trainen. Weet je wel, dat werk. Ook suicide lopen. Dus ja, wat een goed team. Ja, heel fijn om in te spelen. Toch hadden jullie ook een bijzondere ploeg, Martin. Jullie hadden een fantastische center. Die heette David Lawrence. Staat jou nog op het netvlies dat daar behoorlijk wat ruzie over in de kleedkamer ontstond, meteen na afloop van de laatste wedstrijd? Ja, want volgens mij kwam er toen een bestuurslid van Den Bosch binnen. Ja. En ja, die wou hem gelijk even tekenen op dat moment. Dat is echt gebeurd. Die gaf met de ene hand een fles champagne en met de andere hand stopte hij een briefje met een telefoonnummer van Rienus in de hand. Ja, zoiets was het. Ja, ik weet natuurlijk niet precies wat hij hem voorhield, maar zoiets was het wel. Ja, en ja, het is nog gelukt ook. Ja. Dus dat moet je wel nageven. Ja, het is gelukt. El gooide hem de kleedkamer uit, hè? Ja, echt? Ja. Het ging om heel kwaks. Oh, heel kwaks. En El vader kwakte hem de kleedkamer uit. Maar Dave kwam wel bij ons spelen en was een fantastische basketballer ook. Ja. Waar we ook nog een kampioenschap mee gewonnen hebben. Ja, ja goed om mee te ballen. McNeese State. Ja, David, heel goed. David Lawrence, ja. Martin, was het een breekpunt, die titel? Was het een breekpunt in de historie? Nou, op dat moment wisten we dat natuurlijk niet. Nee, het was een historisch moment. En voor mij, ik was een eenvoudige backup. Hè. Ik kwam erin, ik werkte hard, ik probeerde vooral niet te veel fouten te doen. We moesten het natuurlijk hebben van jongens als Jimmy Moore, David Lawrence, El Faber was natuurlijk superbelangrijk in dat team. Ja. Die was door Den Bosch eigenlijk min of meer, die lieten hem gaan en die heeft toch revanche genomen dat seizoen. Ja. En van die mensen heb ik natuurlijk ook fantastisch veel geleerd in dat seizoen. Wat het is om professioneel basketbal te spelen en hoe je wedstrijden moet spelen. Dus dat was super waardevol voor de rest van mijn carrière. Ja. Een jaar later was, want het seizoen daarop speelde El Faber in Groningen. Ja. Nou, maar dat kampioensjaar ook al. Hè? Hij heeft er 2 jaar gespeeld. Maar jullie hadden geen sponsor meer in dat jaar? Nee. Het was eigenlijk ook het moment waarop de Nederlandse Amerikanen zo langzamerhand uit de Nederlandse competitie verdwenen. In 1983 bij het EK dreef het succes nog vooral op het succes van de Nederlandse Amerikanen. Maar daarna was die periode toch ook achter de rug. En betekende dat toch wel een behoorlijke aderlating in de kwaliteit? Ja, de echte toppers die zijn volgens mij tot 84, 85 doorgegaan. En die generatie is toen gestopt. En toen was het ook lastiger volgens mij om Amerikanen met een Nederlandse achtergrond, om die nog een paspoort te krijgen. Want volgens mij was Theo Kinsberger daar heel erg goed in. Theo was er heel goed. En dat was ook eigenlijk die hele groep, die is volgens mij allemaal door hem aan een paspoort geholpen toen. Nog één ding. Ja, natuurlijk Jan. Ja, natuurlijk. Nog één ding wil ik zeggen over dat team van 1979. Moet natuurlijk Rienus ook een enorme veer op de hoed steken, want die heeft dat team eigenlijk samengesteld. Kijk, Ton maakt er basketbaltechnisch een goede groep van, maar Rienus heeft die mensen geselecteerd. Hè. Die bracht Kees hier naartoe, haalde mij bij Rotterdam-Zuidweg enzovoort. Ja. Dus dat moet wel gezegd worden hoor, dat hoort erbij. Ik ga het hem vragen. Ja, doe dat. Applaus voor Jan Dekker, applaus voor Martin de Vries. Een paar weken geleden zaten we hier en toen werd u erelid van de Nederlandse Basketbalbond. Ja, ja. En nu zie je vandaag al die postume onderscheidingen, deze presentatie van het boek. Er is een fantastisch boek. Er is heel veel aandacht voor de historie. Wat doet u dat? Heel veel. Ja? Ik ben heel blij dat ik dat heb mogen meemaken. Ja, ja, ja. En dat erelid... Dat kwam u zeer, zeer toe. Nou ja. U heeft in... Ja, dan mag u best verklappen. Dan mag u best verklappen. Dat we hier met z'n allen zitten hebben voor een heel groot gedeelte aan u en aan Huub van der Boogaard te danken. Maar die ploeg van 78-79, dat team van 79 dat tweede werd in de Europa Cup, de finale verloor... Dat heeft u samengesteld. U had Bill Sheridan gevraagd om een ploeg samen te stellen die u niet aanstond. Nee. En vervolgens vertrok Bill Sheridan en werd Ton Boot aangetrokken als coach. Ja. En was het uw ploeg? Ja, maar ja, Ton was niet meer rijbaar als de ploeg gewonnen moest worden. Nee. Ton was met vakantie 6 weken in Italië. En er waren geen mobiele telefoons. Dus ik moest de ploeg samenstellen en Ton ging ermee akkoord. Maar u zei ook in de krant in die dagen,
Het is helemaal niet zo gek dat bestuursleden de ploeg samenstellen, want wij hebben verdorie ook gewoon verstand van basketbal. Ja, nee. Ik dacht het wel, ja. Ja. Ton, kreeg jij die ploeg min of meer in de schoot geworpen? Ja, ik kreeg hem inderdaad in de schoot geworpen. En zo was mijn methode altijd. Bij welke ploeg ik ook kwam, degene, meneer Van Moerkerken van Oostende in Amsterdam, die hadden veel meer verstand van de Amerikaanse basketbalmarkt en de basketbalmarkt in Nederland. Dus ik liet het hen samenstellen. Het was ook een zekere leiderheid hoor. Maar ik liet het hem samenstellen. En nou, dan ga je maar aan het werk. En ze hebben het voortreffelijk gedaan, allemaal. Jij zegt in dat verhaal wat wij samen gemaakt hebben voor het boek, dat de ploeg Europese top en misschien zelfs wel wereldtop was. Nou, ik moet je even corrigeren. Ik zei wereldtop, niet misschien. Want Jan Dekker refereerde net Europese top. Europese top wilde in die tijd zeggen de wereldtop. He, want in Europa werd het beste basketbal gespeeld op de NBA na. En dat had je even, en dat heb ik er ook bij gezegd. He, ik wil me niet aanmatigen dat wij beter dan NBA waren. En ik wil nog even één opmerking maken die Jan Dekker, want anders krijgt men een verkeerde indruk van me. Ik genereerde een conflict, zei hij. Nee, en dat was mijn methode. Nee, zij genereerden het conflict. Maar als ze graag een conflict willen hebben, nou, dan kunnen ze het wel krijgen. Dan komen we nu aan bij een moment waar het eigenlijk volgens mij een klein beetje ook om draait. Dat er een eerste exemplaar moet worden uitgereikt. Dat was niet zo makkelijk om te bepalen waar dat eerste exemplaar naartoe moest gaan. In dit boek staat de uitslag van een verkiezing. Een verkiezing onder 75 mensen in het Nederlands basketbal die er toe doen. Die hebben allemaal een rapportcijfer gegeven van 0 tot 10. Aan al die voorgeselecteerde mensen die voor de titel Game Changers in aanmerking kwamen. Daar is een volstrekt eerlijke berekening van gemaakt met een gemiddeld rapportcijfer. Het enige wat in de telling heeft meegewogen is het aantal tienen dat mensen hebben gescoord. Want dat is wel uitzonderlijk als je, zoals de winnaar van 75 mensen, 33 tienen krijgt. Die lijst staat in dit boek. Die lijst willen we vandaag hier bekendmaken. En aan de mensen die hier zijn, gaat de NBB een blijvende herinnering uitreiken. Maar ik wil graag toch beginnen met het eerste exemplaar. We wilden graag de eerste drie van de lijst een boek geven. De derde van die lijst is helaas niet hier. Die zou door een familielid vertegenwoordigd worden, maar ook die heeft gisteren helaas vanwege familieomstandigheden moeten afzeggen. Het eerste exemplaar, eerste twee eerste exemplaren, zouden daarom graag aan Ton Boot en aan Kees Akerboom worden uitgereikt. Het is historie en historie en verhalen vertellen is ongelooflijk belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is dat we een toekomst hebben. En een toekomst zit uiteraard per definitie in de jeugd. Vandaar dat het bijzonder is dat opa Kees hier staat, maar dat ook de kleinkinderen er zijn en dat die samen met vader Kees junior de eerste exemplaren gaan uitreiken.
Het zijn Abel van 10, Vince van 9, Scanner van 6. Weet je, ik ga jullie toch eerst eens even wat vragen, want jullie zijn echt wel van een hele bijzondere familie. Wie was er nou eigenlijk beter? Was opa nou beter of was papa beter? Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee? Ik vind ze even goed. Kijk, en jij? Ik ook. Jij vindt ze ook allebei even goed. Dat is ook het enige juiste antwoord. Waar spelen jullie? Want jullie spelen ook allemaal basketbal. Ik speel basketbal bij Springfield. En gaat dat goed? Ja. Ja? En wie speelde nog meer bij Springfield? Want gisteren had ik jullie aan de telefoon in de auto en toen kwamen jullie van basketbal. Waar waren jullie net geweest? Bij de wedstrijd van mijn moeder. Ja? Een vriendschappelijke wedstrijd. Ja. Dus iedereen basketbal? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Leuk? Fantastisch, zeker. Hè? Ja. En waar speel jij? Ook bij Springfield. Ook bij Springfield? En vind je dat net zo leuk als je broers? Top. Hey mannen, ik hoop dat jullie hartstikke sterk zijn. Dat zijn jullie, dat zie ik. Want die boeken zijn best wel zwaar, hoor. Die boeken zijn echt wel zwaar. Eentje voor opa. En eentje voor Tom. Hartstikke goed. En de nummer 3 van die ranglijst, van die hele bijzondere ranglijst, is Rick Smits. En Rick is hier niet, want Rick vliegt bijna nooit meer. En zijn vader zou hier vandaag zijn. Maar wat ik al zei, gisteren vanwege familieomstandigheden, heeft hij af moeten bellen. Jij wilde graag de microfoon, zei je. Hier heb je hem. Dankjewel. Iemand zei een pluim in de mond net, of Jan, heel netjes. Nou, ik heb al zoveel pluimen in mijn reet gehad. Ik heb daar een geretired nummer hangen. Ik heb daar een tribunenaam. Ik ben geloof ik ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ik ben lid van verdiensten, erelid van de bond. En ik zag daar net 3 kleinkinderen. Ik heb er 8 overigens. Maar ik ben het wel eens zat om... ik heb een paar... Nou ja, understatement. Ik heb een aantal ballen erin gegooid en een hele leuke basketbalcarrière gehad. Maar ik heb zoveel basketballers. Hè? Wie steekt Marcel Huibens een veer in zijn reet? Ik heb een ontzettend leuk gesprek gehad met Pieter van Tuyvels Herooskerken. Wat krijgt die nou? En die hebben allemaal net zoveel getraind en net zoveel gedaan. Misschien iets minder ballen erin gegooid. Maar... Je bent dus tamelijk egocentrisch bezig met je basketbalcarrière. En ik vond trainen absoluut niet leuk. En je hoort mensen klagen over te veel wedstrijden. Hoe kan je nou in godsnaam te veel wedstrijden? Ik wou dat ik in de NBA had gespeeld. Lekker 82 wedstrijden. Kan je 82 keer laten zien hoe goed je bent. Dat is leuk. En dat was mijn motivatie. Maar als je dan wat ouder wordt. Je hebt iedereen nodig. Mensen achter de tafel. Bestuursleden. Echt... Spelers, coaches en alles. En ja, die veren die gaan altijd naar 1 persoon, 2 personen, 3 personen. Maar ik vind dat jullie toch ook wel een applausje hebben verdiend voor jezelf en voor je eigen carrière. En het moet niet te lang duren. Ik zit altijd met 1 groot probleem. Ik heb bijna alles te danken aan mijn basketbalcarrière. En die basketbalcarrière die is begonnen met 1 man. En dat is Jan Janbroers. En ik was een jaar of 6 verder. En Janbroers is dan 3 keer mijn coach geweest. Bij Levi's, hier in Den Bosch. En bij het Nederlands team. En toen heb ik op 1 onzalig moment ooit gezegd. Ik speel nooit meer voor Jan Janbroers. Laat dat nou helemaal niks met Jan Janbroers te maken hebben gehad. Maar met andere omstandigheden die niet zo belangrijk zijn. Maar daar heb ik mijn hele leven altijd spijt van gehad. Want alles wat ik ben in deze wereld. Alles wat, al die dingen die ik verdiend heb. Dat heb ik aan Jan Janbroers te danken. Dus dat wil ik bij deze nogmaals een keer benadrukken.
Dank u wel. Groot Steef, jullie zijn de nummers 1 en 2 van die lijst van 75 gamechangers. Daar hoort een onderscheiding van de NBB bij. Misschien is dit dan wel de laatste case die je in ontvangst moet nemen. En wat ik tot besluit van deze presentatie nou heel erg leuk zou vinden, ik ga de hele lijst van 75 voorlezen. Dan weet u welke mensen er allemaal op staan. Mensen die hier aanwezig zijn, kom alsjeblieft naar voren. Kom, met iets meer zin dan Kees, een onderscheiding van de NBB in ontvangst nemen. Nee, Kees, je bent een topper, echt. En dan hebben we aan het besluit een rij hele bijzondere mensen hier op de vloer staan. Het zal straks best wel een beetje een puinhoop worden als iedereen vanaf de tribune komt en heen en weer gaat lopen. Dus ik zeg nu alvast tegen u, ik vond het een eer dat u hier vanmiddag was. Ik vond het een eer om een boek te maken over een sport die mij na aan het hart ligt. Ik vind het prachtig om vanmiddag hier te staan en zoveel bijzondere mensen op de tribune te zien zitten. En ik heb eigenlijk maar één oproep aan iedereen. Blijf elkaar treffen. Blijf verhalen vertellen. Laat de verhalen niet overlijden. Dan overlijden de mensen die daarachter zitten ook niet. Dank dat u er was. De nummer 4 van de lijst. Dat ben jij, Toon van Helfteren. Mag ik je naar beneden vragen? Nummer 9 zou hier vandaag ook zijn, maar ook vanwege familieomstandigheden helaas niet in de gelegenheid om hierbij te zijn. Gert-Jan van der Linden. En de top 10 wordt volgemaakt door Dick Smul, de oprichter van de NBB. Wie hier ook niet is, is natuurlijk Carla de Liefde, die vandaag erelid van de NBB is geworden. Maar Wim Benschop, als jij namens Carla hier naar beneden zou willen komen. En de nummer 12 op de lijst is Vladimir Heger. Als ook daar een familielid de onderscheiding van de NBB in ontvangst zou willen nemen. Petra, als jij naar beneden komt voor jouw vader. De nummer 13, Frank Voskuilen. Nummer 14, Francisco Elson. Nummer 15, Piet Leegwater. Ik ga maar even in een beetje tempo door, zodat we hier om 6 uur niet met z'n allen nog op de tribune zitten. De nummer 16, Jan Loorbach. Maar ik kan me heel goed voorstellen, Jan, dat je liever blijft zitten. Ja. Jij deelt de 16e plek met Anita Blanchier. De nummer 18 is Henk Konings. Ook die is zojuist onderscheiden door de NBB. Maar zijn vrouw en zijn zoon zijn onmiddellijk teruggegaan en hebben de bloemen van vanmiddag op het graf van Henk gelegd. De nummer 19, Bram Brakel. De nummer 20, Henk Pietersen. De nummer 21, Jan Berteling. De nummer 22 is Frank Kalis. 23, Jan Dekker. 24, Kees van Rootselaar. 25, ook hier, Els de Groot. 26, Sandra van Embrix. 27, helaas ook niet meer onder ons, Ton Rolfink. 28, Inge Huitsing. 29, Theo Kinsbergen. 30, Bob van Oosterhout. Nummer 31, Dale Sheridan. De nummer 32, ook hier, Jos Kuipers. 33, Ruud Vreese. 34, Bert Krachtwijk. 35, Randy Wiel. 36, Ruud Harrewijn. 37, Jan Sikking.
38. Ben je er nog, Wurti? Jij bent de nummer 38. 39. Marloes Nieuwveen. 40. Kees, junior. Jij bent de nummer 40. De nummer 41 is Mario Bennis. Dan Dick de Liefde. En nummer 43, Marcel Huibens. De nummer 24 is Huub van de Boogaard. Volgens mij heb ik zoon Ronald gezien. Ja. 45, Annette Keur. 46, Mitchell Plaat. 47, Okke te Velde. 48, Danny Kramer. 49, Kees Burgert. 50, Erik Braal. 51, Wim Franke, senior. 52, Gerda de Ridder. 53, Karen Mulder. Ja. 54, Maarten van Gent. 55, Anton de Rooij. 56, Martin de Vries. 57, Marco de Waard. 58, Jan Bruin. 59, ook hier, waar zit je? Jan-Willem Jansen. 60, Tree Mariano. 61, Adriaan Helmich. 62, Ton Kallenberg. 63, Karel Kraaienveld senior. 64, Rob Verheuvel, ook vandaag onderscheiden door de NBB. 65, Jesper Jobsen, we zijn bijna aan het eind. 66, Henk Mackenzie. 67, Jimmy Woudstra. 68, Geert Hamming. 69, Antio Sinter-Niklaas. 70, Tanja Breuring. 71, Piet Storm. 72, vind ik echt leuk, Glenn Pinas. 73, Wim Matenboer, 74, Grietje Pasma en de laatste op de lijst, nummer 75, is Jan Burgert. Beste mensen, dit is uw historie. We gaan deze dag afronden met z'n allen in de foyer. Daar zijn boeken. Daar is een glas om met elkaar te heffen. En nogmaals, blijf elkaar alsjeblieft treffen. Blijf verhalen vertellen, zodat de verhalen niet overlijden en de mensen achter de verhalen in ons geheugen blijven zitten. Thank you.